Jongens en meiden, dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Als deze video binnen 24 uur het magische getal van 7000 duimpjes omhoog haalt, dat betekent dat er morgen weer een nieuwe video komt, dus like de video sowieso. Ik heb lekker paprikaatje, joh. Oh. Dit is de goal. Nu al één fucking hap. Wat jullie waarschijnlijk ook bekend is dat Kelvin weer is begonnen, waarin ik elke dag van de week een video maak als jullie het aantal likes halen en daarbovenop iets terug doe voor jullie, namelijk ik geef jullie elke dag een prijs weg en vandaag is er ook weer een prijsje, potverdorie. Ik open de envelop, het is zover mensen, het is heel erg spannend. Wat krijgen wij vandaag voor de kiezen? Het is 2x3 sessies voor Skydiver Roosendaal, ja! Woe! Nou dames en heren, als jullie dit nou zien en denken, hey, ik wil wel graag eens een keer een dagje gezellig indoor skydiving, dan kan dat. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een reactie achter te laten onder deze video en te abonneren op mijn kanaal. En dan maak ik morgen op mijn Instagram in mijn story de winnaar bekend. Heel erg leuk, we gaan beginnen. Deze video is geüpload op 3 mei 2009. Oh nee, ik mag het helemaal niet uitlachen. Ik mag het helemaal niet doen. Hehe, hoorde die hi droog. Ja, ik mag in principe Tesco gewoon uitlachen, want andere mensen mogen mij ook uitlachen. Dat vind ik prima. Ik vind het gewoon wel echt komisch. Ik vind het gewoon... We gaan snel verder kijken. Tesco, als je het ziet, het spijt me op zich wel. Maar ja, weet je, boeien. Ook het eerste filmpje op mijn YouTube-account, waarbij ik zeg maar zo praat tegen de camera. Zo'n soort filmpje. En het leek me leuk om eventjes een mini... Hal. Ik weet gewoon anno 2017 nog steeds niet wat een hal is. Al iedereen zegt het en shit, al die modemensen en kledingmensen en... Ik heb geen idee. Want ik heb een paar nieuwe spulletjes. Twee beetje beautyachtige dingen en ik heb nieuwe schoenen. Je ziet gewoon hetgeen wat elke YouTuber had toen ze voor het eerste video maakte. Namelijk dat ze best wel nerveus zijn dat ze niet zo goed weten wat ze moeten doen. Het is echt fucking aandoenlijk. Hey. Het is echt fucking puur, gewoon authentiek, gewoon... Goedenavond. In mijn hakken, want ik ben verliefd op mijn hakken. Ja, ik vind het echt geen flikker aan. Ik vind het echt fucking saai. Tesco, het spijt me, het is niks persoonlijks, maar ik hou gewoon niet van zulke soort video's. Ik ben toch ook nog maar een kind. Ik heb echt best wel schijt aan zulke soort video's. Ik heb schijt! Ik ga vandaag laten zien wat ik heb gekocht bij de rommelmarkt. Remmycam, yay! Yeah! Ja, sorry, het spijt me, ik lach veel te hard. Ik moet even... Dat had ik gepost op mijn blog. Ja, sorry Tess, als je dit ziet, het spijt me, maar ik vind het echt helemaal niks aan. Tess, als je dacht dat je van me af was, dan niet, want ik heb nog meer video's van je, ja. Carnaval 2010, Nerd Attack. Het is carnaval en... Wat is dat met deze bril? Hij is zo fucking groot. Fucking leuk dat ze al die Jonas Brothers posters en shit. I love you, Tess. Jij bent echt de realest. Straks langs ons huis. Kom straks daar vandaan. En, nou ja, ik heb eventjes, En het is zo leuk! Het is carnaval! Ja, klopt. Oprecht, Teske, je ziet er goed uit hier ook. Het is een goed shot. Je ziet er echt leuk uit. Hey Matt, I love you, je weet toch. Maar in mijn tijd, waarin ik net begon op YouTube, waren er eigenlijk maar 2 of 3 mensen die het deden. Ik zal vast weer allemaal mensen vergeten, maar voor mijn gevoel waren Teske, Masha, Nikki Tutorials. That's it. Ik kan me nog herinneren dat ik zoiets had van, hey, gewoon iemand, een vrouwelijk persoon van mijn leeftijd op YouTube. Wow. Met andere woorden, ik denk dat ik ooit misschien wel in de buurt kwam van het hebben van een kleine crush op Teske. En dat was denk ik, oh, lichtelijk 7 jaar. Geleden. Snap je, ik ben gewoon een eerlijke jongeman. Shirt en... Thanks voor het kusje. Was niet nodig. Bedankt. Oké, weet je, Tessica was voor carnaval was ze een nerd, maar het is echt super grappig. Dus als je de context niet zou weten dat ze als nerd naar carnaval ging, dan dacht je echt, wow, Tessica was vroeger een nerd. Wow, het is echt een soort van heftige time travel voor mijn gevoel. 2010 is zo lang geleden eigenlijk. De hele video gaat gewoon door met dat mensen aan het zingen en aan het springen zijn. Ja, helemaal leuk. Ik heb nog een aantal andere video's van Teske staan, maar ik zal het besparen. Teske, ik spaar je, oké? Voor vandaag. De volgende YouTuber waarvan ik de eerste video's ga kijken is Rutger, a.k.a. Furtje. Rutger, ook richting jou. Sorry. Wow, gekke vertical filmings en shit. Rutger, je weet het, ik hou van je, je bent mijn broeder for life. Nou, dat is misschien een beetje overdreven, maar we kunnen wel gewoon levelen op zich. Toch moet ik het even doen. Ik moet dit doen. Ik moet het internet laten zien dat dit bestaat. Geüpload in 2009, what the fuck? Was je toen al bezig? Rutger was al gewoon langer op YouTube bezig dan ik. Dat kan niet. Dikke, dikke olifant, heb je al ontbeten?
dikke, dikke olifant, wat heb je gegeten? Dit is zo twisted. Volgens mij heeft elke blanke jongen ooit heeft die fase gehad waarin hij zulke blouses droeg. Gewoon korte mouw shit met blokjes. En ik zeg, een rapper moet hier een sample van maken. Ik snap het niet. Ik snap het hele ding niet. Als je dacht dat dat het was trouwens van Rutger, nee. We gaan gewoon lekker door, mensen. Lady Gaga. Hey, Rutger. Ja. Wow! Holy shit! Rutger, het spijt me dat ik je dit aandoe, maar deze look is ongekend. Deze hele look definieert het jaar 2009. Dit is 2009. Holy shit, fucking hard. Deze look. Ja, ik voel me altijd schuldig als ik dit laat zien, want ik heb het gevoel alsof ik mensen expose. Maar dit staat gewoon online, het is publiekelijk. Dat kan iedereen gewoon checken. We are the crowd, we're coming out. Got my flash on, it's true. Meet that picture of you, it's so magical. We'd be so fantastical. Ready for those flashing lights. But you know that, baby, I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me. Papa, paparazzi. Baby, there's no other suit. It's so fucking... Het is zo... Even zonder grappen. Ik ben half emotioneel van dit. Deze man, die vult gewoon theaterzalen en shit, man. Ik weet niet of jullie het hele Virtual Life ding een beetje hebben gevonden bij Rutger. Je poelt die shit gewoon af. Normaal gesproken in zulke soort video's lach ik mensen een beetje uit. En dat heb ik ook met Rutger gedaan. Het is gewoon fucking mooi om te zien. Rutger heeft natuurlijk best wel een beetje een kutsituatie achter de rug gehad. Zijn hele coming out natuurlijk. Het feit dat hij, nou ja, die gewoon dit deed. Elke YouTuber en Rutger ook heeft een fase gehad waarin allemaal mensen naar hem keken om hem heen. En dachten, wat de fuck ben je aan het doen? Waarom zing je in je fucking slaapkamer? En 8 jaar later, ja, het voelt echt als major kontkussen, maar het maakt me niet uit. 8 jaar later, die verkoopt gewoon zalen uit. Het is zo fucking mooi. Oké, genoeg emotionele struggles voor de video. We gaan gewoon weer door met mensen gewoon hun oude video's kijken. Let's go. We gaan eventjes kijken naar iemand die niet echt een zangtalent heeft, namelijk Gio. Gio heeft wel andere talenten, bijvoorbeeld het hebben van een zusje. Oud grapje. Blijft leuk, blijft leuk. Deze video is uit 2013, dat valt dus nog wel redelijk mee. De video's die we tot nu toe hebben gezien kwamen ongeveer uit 2009. Neem niet weg dat we natuurlijk gewoon gaan beginnen met het kijken van deze video van Gio van ruim 5 jaar geleden. Gio, sorry, dat meen ik niet. De YouTube tag, 2013, 4000 views. Gio, let's go. Hey, oké. Zijn jullie klaar voor de nieuwe gameplay World XL? Hey, mijn naam is Gio. Hey, je weet zo. Hey, je weet Pio. Hey. Abonneer. Duimpjes omhoog. Hey. Wat is dit voor intro? Ik vind het fucking mooi. Oké, weet je, elke keer als ik een video maak, dan ga ik gewoon soms een beetje half mijn haar een beetje proberen goed te doen en zo. Dat gaat dan niet goed, maar dat boeit jullie helemaal niks. Ja. Maar Gio heeft er ook voor gekozen om de eerste seconde van zijn video gewoon een intro te doen waarin hij zichzelf even deze blikken. Oké, dat is hetzelfde als dat ik dit zou doen. Yo, kijkers van GameFunkXL en welkom bij, zo'n speciale video. Wat was het trouwens met, want ik had dat ook, groene muren. Maar waarom heb ik het gevoel alsof elke 14-jarig kind vroeger zijn kamer groen wou hebben? Zo van, greenscreen, yes! En dan uiteindelijk werkt het nooit. De YouTube-tag. Ik heb deze tag doorgekregen van Ties van Ties Games. En hij vroeg me dus of ik dit kon doen in zijn video. De YouTube-tag, zeg maar, dat je 9 vragen hebt over YouTube. Oké, Gio gaat dus een YouTube tag doen. Een soort van vraag over YouTube, that's it eigenlijk. Wat wil je bereiken met YouTube? Wat ik wil bereiken met YouTube is natuurlijk groot worden op YouTube. Mensen bereiken, met mensen praten, weet ik veel. Gewoon ja. Dat is echt het meest zinloze antwoord ooit. Ik had gehoopt dat je zei... Snipe. Severus Snipe. Ik wil ooit een 500.000 abonnees. En dat ik nu kon zeggen, yo Gio, you did it. Maar nee, dat is echt een beetje kut antwoord. Tot zover Gio. Oké, weet je wat het is? Gio is nog steeds gewoon een van de meest neutrale YouTubers ooit. Dus Gio gaat gewoon zitten. Die praat gewoon een beetje. Die is gewoon een beetje zichzelf. Hij is een lekker boertje. Hij doet nu nog steeds precies dat. Eigenlijk qua uiterlijk niet eens zo heel veel veranderd. Ja, hij zag er gewoon kleiner uit. Maar ja, zijn ogen staan nog steeds zo ver uit elkaar. Dus ik weet niet wat... Sorry. Spijt me.
Had ik niet moeten doen. Tim Hofman. Aangezien Tim Hofman natuurlijk tegenwoordig ook YouTuber is met zijn kanaal Boos, valt hij natuurlijk onder de categorie YouTubers. Dus ik ga even een van zijn eerste video's bekijken. 2012. Ja, van wijn drinken. Wow! Tim, what's up met je kapsel? Gerry trouwens. Hey, alles goed? Gerry ziet het nog gewoon steeds uit als dat ze er nu uitziet. We gaan eerst sommetjes maken en een taalopdracht zonder dat we wijn hebben gedronken. Daarna doen we het na het drinken van één glas wijn. Yo, Tim is zo fucking knappe dude, man. Dat is echt niet normaal. Zelfs hier. Hij heeft echt de meest debiele kapsel ooit. En nog steeds denk ik, yo, jij bent echt handsome as fuck. Hoe dan? Ik heb echt zo'n dikke bek. Hij heeft echt zo'n... Hij heeft zo'n Michael Fassbender hoofd, heeft hij. Fucking nice. Sorry, ik moet niet al te homoerotisch gaan maken. Veel succes. Ja, jij ook. Ik weet hem echt niet. Ik zeg nou heel erg dat ik het weet, maar ik vind de vraagstelling gewoon heel raar. Ja, maar waarom moeten we ook weer over drugs gaan? Dat was buiten, zeg. Oh ja. Taalopdracht, ben je al zover? Hé, je mag er best wel langer over doen, hoor. Ik vind het eigenlijk verder helemaal geen reet aan, als ik heel eerlijk ben. Backstage met Tim, Serious Request 3. Loopt. Zo, lieve Facebook-vrienden van Edo 1. Het glazenhuis in Leiden. Ding is, jullie zien het alleen van de voorkant, maar er is natuurlijk een heel groot park. Het is een heel groot park hierachter. Lekker camerakwaliteitje, lekker. Zomergifjes 5 met Tim Hofman. Tuurlijk, we hebben gifjes. Ik vind het zo fucking grappig. Tim, jouw shirt. Dit shirt is zo... Ja, ik vind het t-shirt grappig. Sorry. Tim's lichaam is gewoon... Tim, je bent er echt op vooruit gegaan, 100%. Maar op dit moment, ja, je was hier gewoon een beetje... Ik had een andere outfit gekozen als ik jou was. Laat ik het daarop houden. Nou, lieve mensen, tot zover het kijken van de oude video's van YouTubers. Wil jij nou kans maken op indoor skydiving? Dan kan dat zeker. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is te reageren onder deze video en te abonneren op mijn kanaal. Geef natuurlijk een duimpje omhoog op deze video, want dan is er morgen weer een nieuwe video. Mensen, doei hè. Daag.